heb een junk journal gemaakt die veel te dik geworden is. Maar ja, het was wel super leuk om te doen. Dus ik wilde eigenlijk even laten zien. Dit is dan de voorkant. Met ribbelkarton en radertjes en dat soort dingen. En hier de achterkant. Of de, ja, de rug, zeg maar. Met wat frummeltjes en kraaltjes. En hier allemaal kunnen hangen. En dan dit is de achterkant. Create art. Creativity takes courage. Nou, nu wil ik hem rustig even doornemen met je. Hem openmaken. Ja, zoals ik al zei, hij is gewoon veel te dik. Maar ja, het is niet anders. Dreamer of Dreams. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd weet van wie het scrappapier is. Maar volgens mij is dit Ciao Bella. Dacht ik. Dit zijn in ieder geval stempels van Tim Holtz. Finders Keepers Lost. Dit zijn allemaal stickertjes die ik bij elkaar heb gedaan. So, when is this old enough to know better supposed to kick in? Dan hebben we, dit is een zakje waar ik een tag in heb. Of nou ja, in ieder geval een insteek in heb. En dit is dan weer... Dat is een foto van mij op vakantie op Kos. Ik weet niet of je hem... Enjoy and remember this forever. En dit zijn tekstjes die los zitten. Oh. En dan hebben we de achterkant nog. En daarin zit ook... Oh, deze zit vast. Deze zit los. En is ook nog een fotootje. Die is gewoon van Tim Holtz. En hier zit er ook nog eentje. En die je er dan weer zo tussen kan stoppen. Dan heb ik een soort tagbladzijde gemaakt. Ja, ik vind glue pages erg leuk om te maken. Dus dit is zeg maar zo'n soort glue page. En dan is dit de achterkant. En ik heb ze in een soort kleurenschema gemaakt. Vond ik zelf, vind ik dat altijd erg mooi. Nou, dit is weer met papier en cirkels, insecten. En ik heb hier van al dat soort... tekjes, dingetjes gemaakt. Die, ja, is gewoon leuk om te doen. Nou, hier een poging gedaan om een gezicht te maken. Met wat achtergrond. Dit is weer een insteek. Met vellum erin. Kijk, het is doorzichtig. Dat kan dan weer zo hierin. Ik zal even deze nog laten zien. Dit is ook nog nou ja, zo'n met allemaal tekjes en dingetjes. Ik ga deze nog wel even uit. Volgende bladzijde is... Hier kan nog het een en ander in. Dit is een boekje. Daar kan ik nog foto's in doen. Deze zitten allemaal los. Hier zitten ook losse tekjes in. Dit zit los. Oh. Deze zitten los. Daar kan ik nog foto's aan de achterkant doen als ik dat zou willen. Dit zit los. Deze zit los. Nou, en die kunnen dan weer allemaal... Hieronder. Zo. En dan hebben we deze.
Dit zijn, dit is een stans van Lisbeth Craft Design. Daar heb ik dan weer tekjes in gedaan. En hier kan je dan ook nog van alles doen. Fotootjes in. Of hier zit ook weer een tekje in. Never give up staat erop. Your first step. Be true to who you are. Wings fly away. Dat soort dingen staan erop. Die staan dan weer in een klein tussenpaginaatje die ik hier dan weer heb gemaakt met collection. Kan je er weer tussen doen. En aan de andere kant heb ik dan ook nog een tag, storyteller. En away we go. Dan hebben we, dit is een envelop. Ja. Oh, die zit vast. En daar zit dan weer een tag in. Dit is de tag. Er staat make a difference. En dit is de achterkant van de tag. Daar kan je nog tekst neerzetten. Eventueel nog een foto hier. Dus die... dat komt nog. Dan kan je hem weer dicht doen. Dan kan je dit er zo omheen doen. Dan hebben we weer zo'n tussenpagina. Met een... deze is volgens mij van Stamperia. She was herself again. Weer een pagina, een extra tag. En staat hier, let's make some wonderful memories. Je kan er ook nog foto's in doen als je dat zou willen. Nou, dit is weer die stans. Hier zitten dan twee dingen in. Dit is Soul Whispers, Find Your Path. Dat is weer een tag die ik heb gemaakt. Hopes and Desire. En Soul Whispers. Ik vind dat soort kleine details, zodat je hier dan zeg maar weer, weer wat cijfers ziet, vind ik altijd erg leuk. Dit hoort dan weer hierin. En dat gaat dan weer daarin. Nou, dit is weer een glue page, als het ware. Met wat tekjes. Traveling Companion. Met een klein vlindertje. En aan de andere kant een klein dingetje. Sommige dingen zijn van die ik gewoon tegenkom en spaar. En andere dingen zijn van Tim Holtz. En sommige dingen heb ik zelf gemaakt. Er zit wat vellum tussen. Dit is bijvoorbeeld oud laken wat ik bestempeld heb. En gekleurd heb met distress paint. Nou, dan hebben we weer de volgende pagina. Er zitten wat tekjes in. Ik kan ik nog foto's opmaken die ik eventueel wil instoppen. Een grote tag. Oh ja, deze hoort hierin te zitten. Zo. Dus dan heb je een tag in een tag in een tag. En hier kan je ook nog eventueel iets doen. Op deze manier. Of een foto of iets anders. En die gaat dan weer hierin. En dit heb ik zelf dan gemaakt met een stencil en distress inkt. Nou, deze pagina zijn met dingen van Stamperia. Bestaat uit allerlei
tekjes en dingetjes. Deze, nou, dat is weer dat, dat laken wat ik, wat ik bestempeld had. En ik kan nog wat achter. Dit is ook een tekje. Die kan daar weg. En weer een grote tag. Daar kan je nog van alles opschrijven. En dan zit hier aan de zijkant zit ook nog een tag. Doe maar zo. Er zit dan ook nog het een en ander op, een wijzertje. Echte radartjes. Aan de achterkant zitten er ook nog een tagje waar je wat op kan schrijven. Deze manier. Nou, dat zit allemaal hierin. In de volgende pagina heb ik dan weer helemaal zelf gemaakt. Daar zit dan wel een paperclip die ik dan met restjes heb gemaakt. Ik weet niet of je dat kan zien, met wat draadjes, wat oud papier. Weer dat laken wat ik zelf gestempeld heb. En dit papiertje is van Stamperia. Nou, die vond ik wel leuk hierop. En er staat er: The pity train has just derailed at the corner of suck it up and move on. Dan hebben we weer zo'n glue page tag, maar dit keer in de kleur blauw. Ik laat vaak bij de vlindertjes de vleugeltjes los. Want dan vind ik dat er dan toch nog net iets beweging in zit. Small acts transform the world. Vond ik wel toepasselijk bij vlindertransformatie. Nou, aan de achterkant is dan weer in het rood. Dus een ander kleurenthema. Lijkt me wel grappig. Dan hebben we de andere kant van dat zakje wat we in het begin hadden. Dan heb ik hier nog een klein tekje. Little things. And dreams come true. En dan hierin zit een grote tag. En dit is mijn man op kos. Dat vond ik wel grappig. Ik vond het wel een beetje erop lijken. En dit zijn mijn man en ik samen op kos. Met nou ja, wat foto's die ik daar gemaakt heb. Oké, dit is een pagina waar ik de achtergrond onder andere met krakelé heb gedaan. Er zitten tekjes aan. Het papier is van Ciao Bella. En dit is van Tim Holtz. Er zit goud achter, nou, allerlei kleurtjes en dingetjes. Volgens mij zit allemaal, dit is allemaal distress paint van Tim Holtz. Dan hebben we deze. De achtergrond heb ik gemaakt met allerlei stukjes papier die ik nog over had. Daaroverheen heb ik distress paint gedaan. En daarna een stencil met inkt, met een borsteltje met verschillende kleuren. En dan komt het er zo uit te zien. Nou, dit is weer papier van Ciao Bella. Met tekjes en dingetjes eraan. Perfectly happy. What you seek is seeking you. Hier ook weer een tekje. En dan kan je hem open doen. En dat ben ik en mijn man. Waren we in de herfstvakantie op vakantie in Kos. Nou ja, dit zijn wat foto's die ik leuk vond om erin te doen. En de volgende pagina heb ik ook grotendeels zelf gemaakt. Dat is met pasta, ook weer een stencil. En volgens mij is dit Fluid Acrylics van Decomart, die ik gebruikt heb. Met wat echte kantjes erin. Nou, dan hebben we deze. Dat zijn envelopjes. Of tenminste, dingetjes waar dingen in kunnen.
Dit is ook weer op cross. En dit is dan de achterkant. Ik sta hier in een krater op Kos. Nee, dit is niet Kos. Dit is een eiland vlakbij. En dan is dan de achterkant. Nou, dat ben ik weer. En dan hebben we deze, zeg maar zo. Nou, dit was een foto uit een tijdschrift die ik heel mooi vond. En dat vond ik eigenlijk wel leuk om erin te doen. Met de tekst die erbij staat. Wrinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up. Nou, wie wilde wel gerimpeld zijn? En ik heb dus geprobeerd om haar wat te integreren in dit album. Ook weer hier wat tekstjes en dingetjes. Don't be jealous. En abject trouvé betekent gevonden voorwerp. Dan hebben we de andere bladzijde. Oh, hier zit ook nog een dingetje met een frummeltje. Eitjes die ik heb gedaan. Deze kan je open doen. En dan ziet het er zo uit. Hier zit ook nog een dingetje. Dat is zeg maar meer botanic met insecten. Het is een soort glue page wat ik heb gemaakt. Dan had ik daarnaast kleine. Deze even weer dicht doen. Oh, hier zitten trouwens ook nog kleine dingetjes aan als sleuteltjes. Er zitten hier sleuteltjes aan. Twee verschillende sleuteltjes. Ik had kleine diaframepjes gemaakt. En die heb ik dan hier weer ingebruikt. Start something. Charming. Brave and handsome. Our lifetime. Magical. Professor of music. Hij heeft een trompetje in zijn handen. Nou, dat soort dingetjes heb ik gemaakt. En ook hier zit weer tekstjes aan. Er staat hier to keep. En hier staat bones, human bones. En een hart en dat soort dingen. Gaan we naar de volgende bladzijde. Dat is een tag. Een grote tag. Met ook daar weer kleine tekstjes aan. Oh. Deze. En die. Oh. Deze is dan de kleur groen. Ook weer botanic-achtig. Nou, de achterkant kan je hier dan nog een foto doen. Die moeten dan nog komen. Dan had ik een paperclip gemaakt van restjes papier. Good Fortune. En die heb ik gebruikt om deze kaartjes vast te maken. En daarin moeten nog fotootjes komen. Nou, dan gaan we naar deze. Die maken het wel erg dik, maar ik vond ze wel erg leuk. Met een... Die kan je dan openmaken. Oh. Hier zit een schaartje aan. Als je dan deze openmaakt, dan ziet het er zo uit. Met een foto. En dan kun je deze eruit halen. Ook hier zit weer een tekstje aan. En dan is dit eventjes zo aan het in moet loszitten. Nou, waarom zit die vastgeplakt? Ja. Nou, er kan hier nog fotootjes in. Dat moet nog gebeuren.
Dus dat is er eentje. En de andere heeft ook een tagje. Zeg maar een soort mini boekjes. Nou, er kunnen nog fotootjes bij en dat soort dingen. Dus dat is deze. Even zo dicht, zodat die niet openvalt. Dan krijgen we de volgende bladzijde. Dus ook weer een soort collage. Even dichtbij. Is ook weer een collage en daar zit dan ook nog tekjes hier en hier tussen en hier ook remember this there are far better things ahead than any we leave behind. Nou, dan hebben we dit. Is een tag die daar overheen zit. Die kun je erin schuiven. En daar kan je op deze manier naar kijken. En die kan dan weer daarin geschoven worden. En dan onder deze tag blijft hij dan. Oh, moet eentje naar onderen. Onder deze tag blijft hij hangen. Ook hier weer tagjes op de tabblaadjes met kleine tagjes, grote tagjes, dat soort dingen. En dat zit hier trouwens ook.